Het lokaal kader moet opgeleid worden in aanloop naar de ontwikkelingen binnen de oil- en gassector. Hiervoor moeten de instituten opgezet worden. Zo luidt een oproep van directeur Michel Amavo van de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS. Samen met NV Havenbeheer heeft de MAS in dit kader een stichting voor logistiek onderwijs opgericht, OM Maritieme medewerkers op te leiden voor de logistieke keten. En een van die onderdelen daarvan, of twee eigenlijk, we hebben de school voor havenonderwijs, die is nu ook in ontwikkeling. Daarmee is havenbeheer bezig samen met de haven van Antwerpen. We hebben de Maritieme School, oftewel Surinaams Maritiem Instituut, die mensen opleidt die goederen zullen moeten vervoeren naar die boortorens of naar die floating production and storage and offloading facility, die FPSO. Maar die stichting, die school of die scholen, we hebben grond nodig. De MAS heeft in een vroeg stadium een deel van het terrein beschikbaar gesteld, waarbij lokalen zijn opgezet. En dat gebouw staat er. Maar het moet verder uitgebreid worden. En daarvoor hebben we grond nodig. Amavo doet een beroep op de regering om een grond vrij te maken voor de stichting, zodat lokalen gebouwd kunnen worden voor het opleiden van medewerkers. Die kunnen werken aan die local content. Maar als ons dan gewoon weet dat allemaal is dat local content. Ja, maar als je mij kunt tekenen, dan moet je zorgen dat je eigen mensen opleidt. De MAS-directeur benadrukte ook dat er standaarden moeten komen waaraan local content moet voldoen.